Jan, wat hebben jullie een mooie ijsbaan geregeld hier ja, in Houten? Het is mooi, hè? Het is mooi. Ja, we zijn ook heel tevreden over. Wanneer is die open voor de kinderen? Iedere dag van 9:30 tot 22:00 avonds. Alleen de eerste komende week is het dan s'morgens tot 3:00 is het schoolschans. Dus dan is de baan vol met scholen, groepen van kinderen. Maar dan niet zo. En na 3:00 is het vrij schans, dan gaat iedereen van de schans. En tot wanneer is de baan? Tot 5 januari. Tot 5 januari. En als je nou geen schaatsen hebt? Dan kun je schaatsen huren. Die zijn hier te huren. Die zijn hier te huren. En wat kost het om hier op de baan te komen? De entree is 2 euro en de schaatsenhuur is ook 2 euro. Oké. En hoe lang houden ze het gemiddeld vol, de kinderen? Nou, geen idee, maar nu zijn er wel een aantal die schaatsen, die zijn de hele middag aan het schaatsen. Dus dat is een groot succes. De echte fanatiekelingen die daar dus heel lang vol. En moet af en toe nog gedweild worden? Of? Nou, dweilen niet, maar wel de schapen. Hè? Dus het schaapsel moet weg. Oké. Ja. Hoe is de kwaliteit van het ijs? Ja, heel prima, heel prima. Ja, heel goed. En je hebt hier ook nog een tent staan naast de ijsbaan. Wat is daar te doen? Daar zijn... vandaag hadden we daar de kerstfair. Er staan een aantal ondernemers met kerstassortiment. En vanavond is er een feest in de tent. Oké. En de komende weken zijn er meer feesten in de tent. En het programma is te zien? Op de website, in de media. Oké. Mooi. Dankjewel. Heel veel succes en veel plezier nog. Dankjewel. Oké.